Want zeker met een druk bestaan is muziek heel relativerend en ontspannend. En niet alleen passief als toehoorder, maar vooral ook om het op het podium te doen. En ik vind het knap. Ik weet hoe lastig het is om met een nieuwe band of een relatief jonge band, dat wil niet betekenen meteen een jaar, maar een jonge band, om voor de derde keer op een podium te staan. En dan gelijk te beginnen en ook gelijk te eindigen. Dat is altijd een opgave, ook voor de ervaren muzikant. Wat me heel erg aansprak aan dit festival was dat de stichting Autovriendelijk Limburg hier bij betrokken is en hier achter zit. En op het moment dat ik hier binnenloop, dacht ik eigenlijk, kwamen de herinneringen terug aan de pictogrammen die ik overal zag. Want ja, voor mij heel herkenbaar. Ik heb een zoon die autist is. En dat ging zo in huis. Mijn hele huis hing vol met pictogrammen, de dagindeling. En ik denk, ja, dat is goed om dat ook deze manier gewoon te integreren in een festival. Hè? Misschien wat minder prikkels. We gaan de blues, we gaan muziek maken. Foggy Mountain Breakdown, Lance and Emma. Mensen bedankt, dit was Flint Hill. Fijne dag verder.